Sportieve groet uit het Los Sportcafé. U verwacht natuurlijk beelden van het voetballen, maar er was geen voetbal afgelopen zaterdag, alles afgelast. Toch hebben we de bal aan het rollen op het groene veld. We laten de wedstrijden zien die aanstaande weekend gespeeld gaan worden. IJs en Wede dienende. Maar de heenwedstrijd in oktober, toen Spakenburg het opnam tegen Kozakke Boys en IJs en Biffels speelde tegen Sneek. Eind van de uitzending. We laten de bal rollen en dit keer is het een volleybal. Dat doe ik met twee gasten. Roelien Rijgaard, welkom. Bob Dixon, welkom. Dankjewel. We praten over de volleybalkliniek van Edwin Benne, die dinsdagavond er was in Sport aan de Kuil. We praten over volleybal in het algemeen, we praten over unicorns met Roelien en met Bob. Roelien, we kennen jou, tenminste als je in het onderwijs werkzaam bent en we komen elkaar tegen bij het Kruisrak. Maar wie is Roelien Rijgaard? Ik ben 49 jaar, getrouwd met Martin. Moeder van 3 kinderen en daarnaast dus inderdaad wat je zei, werkzaam als directeur van de sportbasisschool Kruisrak. Ja. Wie is Bob Dixon? Bob Dixon is 40 jaar, getrouwd met Helene, vader van 3 kinderen en werkzaam ook bij Nederlands Volleybalbond. Volleyballer in hart en nieren. Dus jouw leven draait om volleybal, Bob? Dat kun je wel zeggen. Wat doe je bij de Volleybalbond? Ik coördineer daar volleybalwedstrijden op regionaal niveau van een kwart van Nederland. Dus zeg maar de hoek Texel, Amersfoort, Den Haag. Mm-hmm. En dan alle niveaus behalve het nationale niveau. Ja. Hoe jong was jij toen jij met volleybal in aanraking kwam? Ik was 5 jaar. Toen heb ik mijn eerste stappen in het Jan Zwartplantsoen gezet om te gaan volleyballen. Ja. Heb je ooit getwijfeld om een andere sport te gaan doen? Mijn vader en moeder die volleyballen. En toen al actief waren bij Unicornis, dus ja, dan is de drempel eigenlijk niet aanwezig om die stap te gaan maken. Hoe zit het met jouw kinderen? De oudste twee lopen ook te huppelen in de kuil op dinsdagavond. Okay. Ja. 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 Hoe is het met jou, Roelien? Wanneer ben jij met volleybal begonnen? Ik ben begonnen toen ik 12 was. Ik woonde toen nog in Doetinchem bij mijn ouders. En ik heb jarenlang gevolleybald bij Orion. Mm-hmm. Destijds toen ook een eredivisieclub. Dus daar ging ik ook altijd kijken. En na mijn studie en toen ik hier in Bunschoten kon wonen, ben ik eigenlijk direct doorgegaan naar Unicornis. En ook binnen de club nog met andere dingen actief? Ja, ik heb jarenlang in het bestuur gezeten. Ik heb ook jarenlang het clubblad gedaan. En inmiddels ook een trainersopleiding mm-hmm. gevolgd. Dus sinds een jaar of 3 werkzaam als jeugdtrainer. Mm. En ook andere mensen in de gezin, Rijgaard, actief? Ja, mijn man volleybalt ook en onze dochter ook. Ja, is dat typisch volleybal of kom je dat bij meer sporten tegen, een volleybalgezin? Je hebt meer volleybalfamilies. Ik bedoel, familie Dixon is er één, familie Rijgaard ook. Ook schoonzus die volleybalt. En, dat heb je meer in onze ledenbestand. Ja. Jij ook actief, Bob, bij Unicornis? Ja, ik zit in het bestuur. Zelf nog steeds speler binnen hier 1. Geef training, doe de TC. We zitten ook samen met Roelien op dit moment ook in een PR-commissie. Mm-hmm. Dus ja, eigenlijk gewoon altijd actief geweest als vrijwilliger binnen de club. Ja, nou gaan we even de stap maken naar de kliniek van Edwin Benne. Hoe ben je zo aan Edwin Benne gekomen als Unicornis? Ja, dat is... het is een kliniek die eigenlijk verloot is vanuit de bond. Vorig jaar is er een actie gestart van de verenigingen die dus mensen binnen hun vereniging opgeleid hebben tot volleybaltrainers. Daarvan waren er een aantal binnen onze regio, want in Nederland zijn we 4 regio's. Mm-hmm. En in elke regio werden daarvan 4 clinics verloot. En wij zijn getrokken uit de grote pot. Ja. Dus je hebt er geen geld voor hoeven te betalen. Hij kwam hier heen om niet. Even voor de kijkers, wie is Edwin Benne? Introduceer hem eens. Ja, Edwin Benne is binnen, denk ik, Amersfoort en omgeving absoluut geen onbekend. De hele familie Benne heeft altijd gevolleybald in Amersfoort. Mm-hmm. Edwin is international geweest. Hij heeft onder andere de zilveren medaille gewonnen op de Olympische Spelen in Barcelona 92. Jarenlang ook coach geweest van teams. Mm-hmm. En recent was hij bondscoach van het Nederlands herenteam. Ja. En, ja. Er was ooit een andere Ben hier actief, geloof ik, in Bunschoten. Ja, zijn broer. Ja, via Marco is ook Edwin Ben ook eventjes bij Unicornis als trainercoach actief geweest. Hij greep daar gisteravond nog even op terug. Hij zei, hij was toen ongeveer 1920. Hij volleybalde toen bij Dynamo, dat was ook een topclub.
En hij heeft dus een aantal maanden, ik weet niet, jij weet misschien nog hoe lang het was. Ik denk maar een maand of vier. Hier ook in de Kuil training gegeven. Ja. Ja. Maar dat is ook echt een volleybalfamilie. Ja. Want zijn vader was voorzitter ooit van Keistad. Mm-hmm. Volker heette dat toen nog. Ja. Nou, we waren met onze camera erbij dinsdagavond in de Kuil. We hebben wat beelden klaarstaan en onder de beelden praten we even erover door. Bob, Edwin Bedde komt, zo'n man. Ken je hem uit je werk ook trouwens? Of? Ja. Kijken mensen tegen hem op? We zien hem hier in de Kuil. Figuurlijk kijk je wel tegen hem op. Het is 2,08 meter. Ja, er staat wel een persoonlijkheid. Ja, ja. Dat sowieso. Ja. Kijk, in volleybaltermen, er komt iemand als een Marco van Basten binnenlopen. Maar dan op volleybalgebied. Hij heeft in het begin hier een praatje. Wat is zijn boodschap dan? Ja, we mochten zelf ook met vragen komen. Die had hij allemaal op die flip-over ook genoteerd. En hij sprong van het ene onderwerp naar het andere onderwerp. Hij maakte daar een compact verhaal van. En het ging over zowel mentale training als hele basale vragen van hoe leer je iemand de aanval aan? Ja. Hoe hou je de jeugd vast? Nou, dat soort onderwerpen, je ziet het daar staan. Strategie bij de opstelling. Begin je met je sterkste opstelling als je een wedstrijd gaat spelen? Of hou je nog een goede achter de hand? Mm-hmm. Nou ja, zijn mening daarover, dat was ook heel duidelijk, ja. En wat is het? Beginnen met de sterkste opstelling. Okay. Als je doel is de wedstrijd te winnen, begin je met de sterkste opstelling. Oké, okay, ja. Nou, hier begint hij aan zijn training. Geven jullie zelf ook training? Ja, ik geef training aan de jongste jeugd, zo'n beetje. En dit is dan dames 1, daar heb jij meer ervaring mee. Met dames teams, maar ja, we zien hier dus de dames 1, want de clinic werd daarna ook aangeboden aan heren. Toen was onze cameraman al weg, maar de beeld die wij laten zien is van de dames. Mocht iedereen mee volleyballen of was het echt bedoeld voor een club dames die jullie hebben uitgezocht van de clinic is voor dames 1? Ja, ook in overleg met Edwin. Want, we hadden ook buurtverenigingen hiervoor uitgenodigd. Dus we willen ook wel heel graag natuurlijk dat wat hij aanbiedt, dat natuurlijk dan ook uit de voeten komt. Mm-hmm. Ja. Dus daarvoor hebben we de keuze gemaakt van we pakken ons dames 1 en heren 1. En ik denk voor beide teams ook een ongelooflijk leuke ervaring om van hem eens even 3 kwartier tot een uur wat te leren. Ja. Is het een normaal begin van een training? Kijk, de voetballers zijn gewend, we gaan rondjes lopen en dan een beetje met de bal schieten. Hoe gaat dat hier, Roelie? Nee, de dames hadden hier vooraf al een warming-up zelf gedaan. Ja. Dus ze begonnen vrij direct met de intensievere training. Dus normaal is ook een warming-up bij volleybal. Dat deed hij bij de heren nog even dunnetjes over. Hè. Bij de heren begon hij echt met een eigen manier van warming-up. Hoe noemde hij dat ook alweer? De core stability. Core stability. Ja. Echt oefeningen die de heren totaal niet kenden. Ja. Tot aan planking toe. Dat was echt grappig om te zien. Wat is hier nou van deze oefening het doel, Bob? Dit is met name gewoon dus coördinatie. Je bent en met een bal bezig en met je medespeelster. Je moet eigenlijk 2 dingen tegelijk gaan doen. Samenwerken tevens. En wat ook heel belangrijk is, is de communicatie. Het is wel iets wat steeds terugkwam in de training bij de dames. Ja. Ja. We zien dat het verschilt. Het lijkt alsof de dames klein zijn, maar de dames zijn normaal en Edwin is zo groot. 2 meter. Zo moeten we dat maar even rechtzetten. Mensen op de tribune, mensen die kwamen kijken. Viel je dat mee of tegen op opkomst? Hoe moet ik dat zien? Nou, we hadden wat buurtverenigingen uitgenodigd. Ja. Want, we hadden zoiets van, moeten we de kennis dan alleen maar in Bunschoten houden of gaan we dat delen? En, er zijn 5 buurtverenigingen gekomen. Dus uit Leusden, Amersfoort, Hoogland, Hooglanderveen. Alle eigen trainers hadden we verplicht, tussen aanhalingstekens. Je steekt er wat van op natuurlijk. Ja, daarom. En iedereen die wilde. Ja. Verder was welkom. Maar de tribune zat aardig vol. Ja hoor. Ja. Zometeen hebben we nog wat beelden klaarstaan die we gaan bekijken. Wat heb jij nou, Rolien, daarvan opgestoken? Wat ga je voortaan anders doen als trainer? Ja, de jeugdtraining is nog wel een stukje anders. Want de jeugd speelt nog niet dit volleybal natuurlijk als wat hier getoond wordt door dames 1. Maar vooral het plezier in het volleybal. De communicatie, meerdere dingen leren tegelijk doen. En ook, net als in het onderwijs, ook differentiëren. Ja. Je kan gauw genoeg zien in je trainingsgroep van die zijn wat verder, daar bied ik de oefening op die manier aan met nog een als verdieping een extra moeilijkheidsgraad. En een ander groepje krijgt een iets makkelijker versie ervan. Laten we even doorgaan op de jeugd. Hoe oud zijn kinderen als zij kunnen, als ze gaan volleyballen?
Ze zijn vanaf 6 jaar welkom bij ons. En dan wil dat niet zeggen dat ze meteen echt dit volleybal spelen wat we nu net op beelden zagen. Maar er is een soort stappenplan ontwikkeld door de Nivobo ook. Mm-hmm. In 6 niveaus kom je uiteindelijk tot dit spelletje. Ja. Het begint dus met veel gooien en vangen nog. Dus een beweging naar de bal toe. Want dat is het belangrijkste mm-hmm. eigenlijk. Het bewegen naar de bal toe, dat is heel moeilijk voor kinderen. Of, ze hebben de neiging met name om te blijven staan. Van die bal moet maar naar hen toe komen. Ja. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Dus daar heb je via allerlei stappen een middel om daar te komen. Nou lijkt het moeilijk, Bob, en dat zal bij de Nivobo al jarenlang een punt van zorg zijn, lijkt mij. Hoe trek ik de jeugd? Ja, dat klopt. Nou, Rolien zei er al iets van. Heeft de Nivobo daar de oplossing al voor gevonden? Ja, het grootste probleem is en blijven jongetjes. Mm-hmm. Ja, als je kijkt, dan is op dit moment onder de jeugd zijn 80% meisjes die volleyballen. Ja. En daar hebben we een nieuw product voor ontwikkeld 2 jaar geleden. Dat is smashball. Mm-hmm. Want als jongens willen gaan volleyballen, dan willen ze rammen tegen een bal. Ja. Spektakel. Ja. Dat vinden ze dat is het leukste om te doen. Dat vinden wij als volleyballers ook nog steeds het leukste. Dat punt maken. En dat is een manier geworden wat we nu heel breed aan het uitzetten zijn onder basisscholen via allerlei clinics. Mm-hmm. En het draait alleen maar om de smash. Ja. En de spelvormen die ontwikkeld zijn is ook dat je eigenlijk na 10 seconden ben je tegen een bal aan het slaan. Mm. En een bal mag daarna stuiteren en vangen en weer doorgaan. Dus het volleybalspel daarin is zeg maar wat verder te zoeken. Maar de basis van het slaan tegen een bal staat volledig centraal bij die ontwikkeling. Nou, jaren terug is dat denk ik ook al gekomen. Het moet sneller. Die puntentelling is jaren terug veranderd. Ja, het is nu sneller, hè? Ja. Elke rally is een punt. Ja, elke rally is een punt. Het lijkt me wel eens lastig. Want je kan pech hebben dan. Dat je wedstrijden verliest omdat het zo snel gaat. Je kunt je geen foutje meer veroorloven. Of zeg je, hartstikke mooi. Ik vind het spel is er sneller door geworden, wat dynamischer. En je gaat voor elke rally. Ook al heeft de andere partij de opslag. Je kan al meteen een punt pakken. Ja. Door die opslag terug te winnen, dan heb je al een punt. Ja, ja. En vroeger was het zo, dan kon je alleen maar een punt krijgen als je aan het opslaan was. Als je de opslag had. Zijn er nog meer verbeteringen geweest, Bob, de laatste jaren waarvan je zegt, daar is het volleybal beter van geworden? Beter weet ik niet, maar het is wel dynamischer geworden. Het is veel meer het powervolleybal geworden. De snelheid in het spel zelf is ook gewoon verhoogd. Maar dat zie je denk ik in meerdere sporten gewoon. Als je nu naar tennis kijkt, hoe hard de jongens ook vanaf een baseline kunnen slaan. Mm-hmm. En je vergelijkt dat met 15 jaar geleden. Als je nu een wedstrijd analyseert, dat die setups vanuit de spelverdeler naar buiten toe, daar zit zoveel snelheid in. En vroeger ging dat echt met een grote boog langs het plafond en had je alle tijd als aanvaller. En nu ga je aanlopen op het moment dat die spelverdeler die bal in zijn handen heeft. Dus het gaat zoveel sneller en er zit zoveel meer kracht achter. Wat het ook wel weer aantrekkelijker maakt. En je valt vanuit allerlei posities aan. Vroeger was het alleen rechts voor mm-hmm. de buitenspelers. Maar ook vanuit het achterveld wordt gewoon keihard aangevallen. Ja. Dat is leuk. We gaan maar even naar de beelden kijken. Van de dames. Hoe vonden de meiden trouwens na afloop? Wat was de reactie van de dames op deze training? Ja, ze vonden het geweldig. Ja. Het motiveert weer enorm om van zo iemand training te krijgen. Mm-hmm. Mm-hmm. Hele andere invalshoeken soms. Ja, hij gaat hier nu... Twee dingen tegelijk moeten doen. Tegelijk. Ja. Ze moeten en met de voet wat doen. En tegelijk die bal onderhands overspelen. Nou, je ziet dat lastig is. En het leuke is, hij zet het neer en hij laat het gebeuren. Mm-hmm. Hij gaat niet diep in op, je moet het denken hieraan of daar. Nee, dit is je opdracht. Heel kort. En laat het maar gebeuren. Ga het zelf maar... En dan zie je ook dat na 1,5 minuut zo'n oefening, dat mensen andere dingen gaan doen waardoor het wel gaat lopen. Ja. En dat is wel een hele leuke manier van, zo kijk je soms zelf niet als trainer. Want je hebt iets, een bepaald doel van, het moet zo uitgevoerd worden. Ja. En hij heeft zoiets van, dit is de opdracht. En laat ze het maar ervaren. Ja. Wat is het moeilijkste onderdeel van het spel? De techniek onderhands, bovenhands, smash, service. Wat vinden de meeste volleyballers lastig, Roelien? Ik denk uiteindelijk de bovenhandse techniek. Ja, volleybal is natuurlijk een technische sport. Mm-hmm.
En niet iedereen vindt het bovenhands. Ik kijk ook even naar de technicus naast me. Maar even prettig om te doen. Kijk, niet iedereen is een spelverdeler. Nee. Dus het zal ook per persoon verschillen natuurlijk. Iedereen heeft zijn eigen sterke punten. Nou, timing is altijd een lastig onderdeel. Ja, waar worden vaak fouten meegemaakt? Laat ik de vraag anders stellen, Bob. Als je kijkt naar jouw team, waar hebben de heren het meeste moeite mee? Ja, wij hebben wel een team wat al jaren speelt. En dan komt er natuurlijk ook een stukje mentaal om de hoek kijken. Mm-hmm. En kijk, je kunt allemaal wel volleyballen en je hebt allemaal wel een basistechniek. Maar dan komt, als je een vijfzetter speelt, ook het mentale vlak om de hoek kijken. En Heer 1 is vorig jaar gepromoveerd, een stapje hoger. Mm-hmm. En we kunnen dat niveau best aan met z'n allen, maar dan moeten we wel allemaal top zijn. En ja, om dat elke wedstrijd weer naar boven te halen in jezelf, ja, dat is best lastig. Ja. Ja. Nou, hier die techniek weer twee dingen tegelijk. Hè? Ja. De bal laten stuiteren en toch gewoon overspelen. Ja. Het is ook een heel complex spelletje, het volleybal. Zowel qua techniek, want je moet vaak meerdere dingen tegelijk doen in één beweging. En daarnaast heb je toch op 81 vierkante meter met z'n zessen, moet je het maken. Ja. Ja, het systeem wat je speelt is ook een onderdeel van het spelletje. Dat je duidelijke afspraken, communicatie... Kijk, dit lijkt op de sportdag. Hè? Ja. Bij lijnbal op de sportdag. Is lijnbal, Roelien, een voorloper van volleybal? Ja, tegenwoordig zou je zeker kunnen zeggen van wel. Het gooien en vangen bij de jeugd is enorm belangrijk. En het bewegen naar die bal toe, mm-hmm, bij dat spelletje. We zien hier het damesteam. Hoe doet het damesteam het in de competitie? Dames 1 is vorig jaar gepromoveerd, dit team. Ja. Maar er is ook een heel sterke speelster eigenlijk, ik wil niet zeggen weggekocht, maar naar Forza gegaan. Dat is dan een directe concurrent in de omgeving. Ja. Een grote vereniging en daar heb je meer mogelijkheden om door te groeien dan hier bij Unicornis. Dus ze hebben het heel zwaar. Ze staan laag in de eerste klasse. Mm-hmm. Ja. Dus handhaving is het doel? Ja, dat wordt nog lastig. Dat wordt lastig, ja. En bij jou, hier 1? Dat is eigenlijk een Mickey Mouse competitie. we hebben gewonnen van de nummer 1 en nummer 2 en je verliest weer van de nummer 10. Vorige week een hele belangrijke overwinning op een concurrent uit Eemnes, Volleen. Dus nu staan we weer achtste. En jullie doel? Handhaving. Ja. Pure handhaving. Ja. En vrijdag spelen we weer tegen de nummer 2. En thuis hebben we daar dag 3-2 net van verloren. Mm. Dus daarom zeg ik. De nummer 1 kan verliezen van de laatste. En er is eigenlijk geen pijl op te trekken op het ogenblik. Nee. Ja. Hoe zit het met de club qua leden, qua belangstelling? Vorig jaar hebben we wel wat leden verloren. Met name de toenmalige heren 2 met wat jonge jongens. Mm-hmm. Halverwege 20, eind 20 is eigenlijk volledig opgestapt. Een aantal zijn buiten de plaats gaan wonen. Een aantal zijn gaan zaalvoetballen. En dat is natuurlijk wel zonde. Ja. Maar qua jeugd, met name de jongsjeugd. Dat groeit enorm. Groeien we enorm. Als je kijkt naar het aantal leden wat we hebben. Zijn we daar ongelooflijk blij mee. Je hoort heel veel zaalsportverenigingen zeggen van we verliezen zoveel kinderen, ook meisjes, aan voetbal tegenwoordig. Hoe is dat met volleybal? Nou, meisjes verliezen we niet zoveel aan voetbal, want meisjes, dat is juist de grootste groep van de jeugd. Hm. Maar wij missen echt een jongensteam. Ja. Dat zou fijn zijn als er meer jongens zouden gaan volleyballen. En dat trekken we door naar de heren, want de herenafdeling heeft nog maar 2 teams. Dat is ook, en nog een recreante herenteam, maar op mannengebied mag er wel wat groei komen. Ja, absoluut. Er zullen misschien kijkers zijn die zeggen van ik zou wel eens een keertje willen mee oefenen. Ik hoef geen wedstrijd te spelen, maar ik wil gewoon wat aan mijn conditie doen. Ik wil gewoon een beetje lekker ballen. Kan dat? En wanneer? Waar? Dat kan zeker. Dinsdagavond in de Kuil aan de Torenvalk. En we hebben 2 teams. Een dames recreantenteam en een heren recreantenteam. Dus als je een beetje lekker wil trainen, een beetje onderling wedstrijdje wil spelen, maar niet buiten de plaats competitie, dan is dat een heel geschikt team om te beginnen. En misschien is het wel zo leuk dat je zegt van nou, toch competitie, toch want het is, dat is natuurlijk ook wel heel erg leuk. Die wedstrijden maakt het wel af. Ja. Ja. We gaan even kijken naar het einde van die clinic. Eens kijken, wat zien we hier, Bob?
Ja, ik zie nu Edwin, maar... Is het dat chaos? Nee, dat is niet het chaos. Nee. Dat was bij de heren, deed hij dat. Even de oefening zien wat hij heeft. Kijk, er wordt zwaar overlegd. Ja. Ja, ze wordt verplaatsen bij de bovenhandse techniek. Verplaatsen, kijk. Ja. Onder de wal komen, verplaatsen. Ja. En hij sprong eroverheen. Hij vertelde ook, bij de jeugd zeg je ook echt 10 cola, hè, die vingers verspreiden. 10 cola, dat is de aanduiding. Die sleutelwoorden die je gebruikt bij een training. Goed, dus stukje coördinatie en conditie dit. Want, continu die bal in sprong spelen, ga je ook wel voelen in de beentjes. Ja, hoe is het met conditie? Heb je conditie nodig met deze sport? Je hebt wel conditie nodig. Ja, het is een hele explosieve sport, maar wel steeds kortdurend natuurlijk. Het is continu acties maken. Dus ja, daar heb je wel conditie voor nodig. Ja. En helemaal als je een vijfzetter gaat spelen. De wissels, hè, er zitten altijd wissels op de bank. Hebben de wissels te maken met het feit dat je, Roelien, moe wordt? Of dat het tactisch even beter is om er een ander in te zetten? Nou, vooral dat laatste vaak. En het ligt ook aan wat voor doel heb je als team. Wij hebben een team waarin iedereen aan bod komt met spelen. Dus dan heb je ook eigenlijk al een soort afspraak van, nou ja, we hebben 3 buitenaanvallers. Er kunnen er maar 2 in het veld staan. Ja. Dus de volgende set wordt er 1 gewisseld. Dus het kan ook een afspraak zijn binnen je team. Maar soms zijn er medische redenen, blessures of wat ook, dat je zegt van ik wil nu even aan de kant. Ja. Nou, hier weer een training, de coördinatie en de samenwerking, die komt hier goed naar voren, denk ik. Ja. Ja. Vooral ook gewoon balbaan inschatting. Afspraken maken. Kijk, hier... Ja. Wie pakt hem nou? Dat deed hij dus expres, hè? Ja. Sorry. Ja. Van, je moet aan elkaar laten weten wie er aan die bal gaat. Ja. Communicatie, dat is echt heel belangrijk. Zijn het nou trainingsvormen, Bob, die jij ook zelf geeft? Of heb je hier veel nieuwe dingen geleerd? Een aantal zijn wel herkenbaar, hoor. Net zoals deze bijvoorbeeld. Die doen we ook wel eens, ja. Die doe ik ook wel eens met de dames. Maar het leuke is dat je ziet hele simpele nieuwe trainingsvormen. Waarbij je heel veel mogelijkheden hebt om dat weer uit te bouwen. Met hele kleine aanpassingen. En waardoor je dus net weer iets anders traint of weer iets nieuws kan aanbieden. Ja. En dat is voor een trainer alleen maar leuk. Hoe meer je hebt in je rugzak om aan te bieden en wat je ermee kan, des te aantrekkelijker het natuurlijk ook voor spelers en speelsters wordt. Ja, want dit kun je ook bij de jeugd gewoon gebruiken. Maar dan is de eerste bal misschien vangen en dan opgooien zodat de andere hem eroverheen kan spelen. Maar dat bewegen naar die bal toe, dat is ook een basale vorm die je bij een... bij de kinderen gebruikt. Ja. Je zei net, 1 speelster is naar de concurrent gegaan. Zou het mooi zijn als er ooit een speelster naar het allerhoogste niveau gaat? We hebben ooit Angela Malenstein hier als handbalster in een Nederlands team gehad. Zijn er talenten die jullie de afgelopen jaren hebben gezien waarvan je zegt van nou, die hadden wel een kans? Of die kwamen echt boven het maaiveld uit? Nou ja, als je nu kijkt, kijk, Jurgen de Graaf bijvoorbeeld. Die is bij ons begonnen. Ja, die speelt nu bij Keistad op nationaal niveau. Ja. Nou, Judith, die vorig jaar weggegaan is naar Forza, die speelt ook in nationale competitie. Ook, het hoogste niveau nationaal, maar wel tweede divisieniveau. Ja. Dus, en binnen zo'n vereniging heb je de kans om door te groeien. Ja. En dat mis je natuurlijk in een dorp als in zo'n vereniging als wij hier zijn. Ja. Dus het is eigenlijk een compliment voor Unicorners dat mensen een stapje hoger op gaan. Ja zeker. Ja. We zagen het laatste shot ging over WK Beach. Vertel er eens wat over, want de Nivobo zet daar flink op in, hè, Bob? Ja, dat. Kijk, het moet het volleybaljaar worden voor de Nivobo en voor elke volleyballer in Nederland. Met 2 grote evenementen: het WK Beach volleybal en het EK Indoor voor de dames. Ja. En dat moet wel het volleybal binnen Nederland weer op de kaart gaan zetten. Mm-hmm. Ja. Want het wordt heel spectaculair, beachvolleybal op de Hofvijver. Ja, daar komt een drijvend stadion op de Hofvijver. Ja, er wordt op de Dam in Amsterdam wordt gespeeld. Rotterdam. Rotterdam, voor de kader van de SS Rotterdam wordt er gespeeld. En Apeldoorn wordt gespeeld. Ja. Ja, dus. Ja, Unicorns volleybalt ook hier op het strand. Wij trainen tot aan eind mei in de Kuil. Maar als het al een beetje weer is, beginnen ze ook al
In mei op het strandje, daar is bij natuurlijk het kleine zeetje, ja, dat kleine zeetje. Ja. Kijk dan. En hoe is dat? Want ik had het net over conditie, dat lijkt mij erg vermoeiend. Ja, ja. Dat is een stuk zwaarder. Ja, dat zand, dat er... Geef niet mee. Nee. Als je dan springt, dan kom je niet zo... Ja, dat is lastiger. Maar het is heel leuk om te doen. We hebben vorig jaar ook een eigen beachtoernooitje gehouden. Voor onze leden en voor mensen die dat wilden. En dat zijn we ook zeker van plan om daar ook wat meer op te gaan inzetten. Ja. Dus een beach tak. Ja, ja. Hoe vind jij dat, het beachvolleybal? Om te doen? Ja, het is hartstikke leuk. Ja. Het is, ik prefereer wel de zaal. Dat absoluut. Maar voor in de zomer aan de beach is heerlijk. En we hebben als Unicorners echt wel wat plannen liggen om hopelijk ook in samenspraak met de gemeente één of twee velden extra te gaan mogen leggen daar. Dus ja, daar zijn we ook mee bezig. Dus, Is het nou ook echt iets, Roelien, waar jij denkt, ik ga erheen, ik ga naar het WK Beach? Ja. Of ik ga naar ik heb kaarten besteld. Ja, okay. Ik ga naar dat drijvend stadion in Den Haag, dat lijkt me geweldig. Ja. We zijn vorig jaar, wanneer was het? Naar Scheveningen ook geweest met een stel van een vereniging. Daar was toen ook een groot beachtoernooi en als je dat ziet, dat sfeertje. Het is natuurlijk een enorm event met muziek en alles eromheen. Ja. Het is niet alleen maar volleybal, maar dat is gewoon enorm leuk om dat mee te maken. Goed, we komen straks terug bij Bob en Roelien. We gaan aan hen ook de toto voorleggen. Dan hebben we het over voetbal. We maken een klein stapje naar het voetbal. Afgelopen zaterdag dus alles afgelast. De vooruitzichten voor aanstaande zaterdag zijn ook niet erg gunstig. Maar je weet maar nooit. Spakenburg moet dan een belangrijke wedstrijd spelen tegen de koploper Kozakken Boys. Die heeft een behoorlijke aderlating moeten ondergaan. Want de Boys raakten hun middenvelder kwijt die zoveel doelpunten scoorde. Nasser El Kayati. 12 goals per direct naar Engeland, gunstig voor Spakenburg. Het was 3-3 in Werkendam, 4 oktober. Op de goal stond toen Lorenzo Hop en het werd een hele spectaculaire wedstrijd. Spakenburg ontworstelt zich dan even aan het sterke begin van Kozakken Boys. Maurice van der Wild gaat over de knie en Dijkstra staat er bovenop en wijst resoluut naar de penaltystip. Kees Tol kijkt waar hij mis zal schieten en dat gebeurt net op tijd. Keeper Jesper Hogedoren zit er nog aan met de vingertoppen. Een minuut verder in de wedstrijd. Kozakken Boys attenter. Even nog de vingers van keeper Hop. Maar toch is het Barry Powell. De spits woonachtig in Amersfoort. Een kopkans. We zien het nog even. De redding is van Hogedoren. Maar een leeg doel voor Buitenhuis. Die bal moet zeker tellen. Vrije trap van Jonge Nelen. Daar een mooie uithaal. En een doelpunt van Johan de Boer. Kan Spakenburg er nog wat terug doen in die tweede helft? Jawel, dat gebeurt. 2 minuten na de 2-1 voorsprong voor Kozakken Boys is het weer gelijk. Luc Koki. En hij begint een dribbel. Die wordt nog gestuit door het handje van Lorenzo Hop. Maar daar staat Barry Powell. En hij brengt Kozakken Boys weer op voorsprong 3-2. Spakenburg komt dan terug met een doelpunt van Scholten. Maar het wordt afgekeurd. De fluit van scheidsrechter Dijkstra. En hij geeft een gele kaart aan Scholten wegens zijn overtreding. En nog een afgekeurd doelpunt zien we hier komen. Het is van Jeremy de Graaf. Hij staat in buitenspelpositie. De vlag van de assistent gaat omhoog. En eerlijk gezegd is er niet zoveel aan de hand. Maar wie maalt er om bij Spakenburg? Kees Tol weer achter de bal. Hij schiet hem precies in dezelfde hoek als hij ook in de eerste helft deed. Spakenburg komt gelijk 3-3. Een gelijkspel. Dat was er ook op de Westmaat. Toen speelde... Hij is inmiddels gelijk tegen Sneek. Het had even wel kunnen winnen, want in de eerste 10 minuten kregen het een paar dotten van kansen. Er werd een penalty gemist en op het laatst kwamen ze misschien nog wel goed weg. We gaan nog even terug naar oktober 2014. IJsselmeervogels begint goed aan het duel met ONS Bozo Sneek. Ahoy met een mooie actie en een schot wat gekeerd wordt. Ruimte voor Hagari aan de linkerkant van het veld. Toch een paas naar binnen. Mooie actie van Ahoy, maar veel te zacht ingeschoten. En ook in tweede instantie geen goal voor IJsselmeervogels. Wacht op versterking die aan de buitenkant komt, maar verkiest toch de voorzet. En het is een hele goede voorzet. Het lijkt een goal. Maar goed gezien van de assistent Kerkstra buitenspel. De helder vindt van wel. Maar in de herhaling lijkt het toch ook een beetje op een struikelpartij. En de harder gaat gretig naar de grond, zoals het in het cliché heet. En dan komt hij, de 1-0, toch? Nee, bal gestopt en in tweede instantie van de lijn gehaald. Van naar de buitenkant. Voorzet, goede kopkans voor Thomas Verheid van Rozenburg. Langs iedereen heen. Bal breed gelegd, goed gedaan trouwens. En het schot uit de tweede lijn. Voor het doel van Zonneveld langs. Hij stuiterde.
langs het doel en niet in het doel. En dan maakt scheidsrechter Van der Helder er een eind aan. Hebben we een 0-0 wedstrijd gezien waar IJsselmeervogels eigenlijk niet veel mee opschiet. Sneek is er blij mee. Ja, en ook voor de Vogels een belangrijke pot aanstaande zaterdag naar Sneek. Het staat zelfs laatste in de tweede periode. Terwijl IJsselmeervogels moet zien dat Spakenburg, de buurman, bovenaan staat in die tweede periode. Twee belangrijke wedstrijden dus. Aanstaande zaterdag. Ja, of Bob en Roelien een beetje kijken hebben op het voetbal, gaan we nu zien. Want ook jullie moesten een voorspelling doen. Het is in ieder geval gelukt om dat te doen. We gaan eerst even kijken naar vorige week. Ja, er gingen maar één wedstrijd door in de topklasse. Hoek tegen GVVV. Kees Duist zat daarnaast. Had wel 3 van de 4 eredivisiewedstrijden goed voorspeld. Maar we houden het nog te goed bij de inhaalwedstrijden. Hoe het zat met de score van Kees. Schuiven op naar de R, hoofdletter R van Roelien. En om te voorkomen dat de B zo op die R lijkt, hebben we een klein letter B van Bob van gemaakt. Nou, dat zijn jullie voorspellingen. Jullie zijn het redelijk met elkaar eens. Ja. Onafhankelijk van elkaar ingevuld. Ja. Ja. Ik dacht nog even, hebben ze telefonisch contact gehad? Nee, maar dat is niet het geval. Ja. Bob, heb je wat met IJsselmeervogels of Spakenburg? Ja, ik ben wel IJsselmeervogels. Fan, maar geen groot fan. Schoonfamilie is daar heel actief. In het verleden was ik wel vaak te vinden op de velden. Toen vrienden van mij nog in het eerst speelden. Dennis Bol, Steven de Harder, die jongens. Toen was ik er veel te vinden. Alleen op een gegeven moment wordt dat minder. En, ik volg het qua uitslagen, maar niet dat ik zaterdags op de velden sta. Nou, als er nou zo'n derby is, heb je dan wel eens zin om even je neus te laten zien of zeg je juist dan helemaal niet? Niet meer. Nee. Ik heb zoiets van laat die 7 of 8000 mensen daar lekker van gaan genieten. En dan heb ik wel bijvoorbeeld de radio aan van de Lossport. Ja. En dan vind ik het prachtig om dat even te luisteren. En dan s'avonds kijk ik wel even de beelden. Dat vind ik leuk. Maar ik ga er niet meer heen met 7 of 8000 man daar staan. Nee. Hoe is het met jou, Rolien? Een belangstelling voor het voetballen? Een belangstelling zeker. Onze jongste zoon voetbalt al jaren bij IJsselmeervogels, dus ook een beetje rood georiënteerd natuurlijk. Maar ik ga er, behalve bij mijn zoon, maar verder niet op de velden staan. Ik volg het ook via de lokale omroep of via de krant. Maar. Nou, jullie hebben allebei bij de topper in de topklas Spakenburg Gezakken Boys een gelijkspel ingevuld. Heb je dat zelf bedacht? Heb je stiekem de hulp van een expert ingeroepen? Nee, dat heb ik zelf. Ik heb wel even gekeken naar de ranglijst. Ik wist dat Spakenburg natuurlijk tweede stond, maar ik wist niet precies waar Gezakken Boys stond. Dacht ik, dat wordt een spannende pot. Dat sowieso. Naar de eredivisie. Bob, heb jij voorkeur voor Ajax, Feyenoord, PSV, dat soort ploegen? Nee, ik vind het altijd wel leuk als Feyenoord wint. Ja. Dat vind ik altijd wel zo'n ploegje wat altijd een beetje, waar een beetje neerbuigend over wordt gedaan. Mm-hmm. En karaktervoetbal. En, dat vind ik leuk. Ja. Ja. Maar het is geen haat of nee dat ik zeg van nee. Hoe zit het in Huize Reijgaard? Ja, er zijn wat Ajax-fans thuis. Ik ben meer voor Feyenoord en van huis uit vroeger meer voor de Graafschap. Maar ja, die zijn al lang gedegradeerd. Ja. Nee, dus dat. Ik volg het wel een beetje op zondagavond. Maar. Ja. Nou, of de kruisjes goed staan, dat gaan we volgende week zien. Als het tenminste doorgaat, want de weergoden moeten het voetbal wel gunstig gezind zijn. Terug naar volleybal. Waarom volleybal? Waarom zouden mensen moeten kiezen, willen kiezen voor volleybal? Ja, het is een teamsport. Als je echt van een teamsporter bent, dan heb je aan volleybal gewoon een enorm fijne sport. Je bent lekker bezig met een bal. Je hebt, het is ook een relatief veilige sport. Je hebt geen direct contact met je tegenstander. Er zit een netje tussen. Je doet het allemaal op eigen kracht. En het is ook voor en na de wedstrijden enorm gezellig. Het is een superleuke sport. Ja, ik denk dat ze daarin de hoofdmoot wel heeft. Ja. Ik vind ook altijd wel een uitdaging erin zitten. Ik zeg ook altijd, het is niet de makkelijkste sport. Dat sowieso, maar dat vind ik ook weer de uitdaging, zowel als trainer als speler. Ja. Oké, gaan we naar de afronding. Zijn er nog dingen, Bob, die gezegd moeten worden? Ja, misschien wel leuk. Roelien en ik, Roelien heeft ook het shirtje aan. En dat wij beide ambassadeur zijn voor het WK Beach en EK Dames. Dat houdt in dat wij in de pre-sale zitten voor de kaarten. Dus mochten mensen daarvoor interesse hebben of ik noem maar wat, een bedrijf die zegt van hey, ik vind het ook hartstikke leuk om
dat als bedrijfsuitje of zo te doen. Ja. Van ja, schroom niet om contact op te nemen met ons. Kan ook allemaal rechtstreeks via de site. Unicorners.nl denk ik. Ja, daar zit ook een link op naar de verkoop. Ja, dus ja, dat, ik denk dat het een uniek evenement is in Nederland. Ja, en als je daar bij kan zijn, zowel op WK Beach als EK Dames, een enorm leuke ervaring is. Ja. Ja. Wanneer is je eerste wedstrijd, Rolien? Volleybal? Mijn eerste wedstrijd? Ja, jouw eerste wedstrijd. Wanneer moet je weer Vrijdagavond moeten we weer. Vrijdagavond naar Soest, Sofoco. Mm-hmm. Uitwedstrijd. Bij jou, Bob? Ja, wij moeten vrijdagavond tegen de nummer 2, Huizen, uit. Altijd lastig. Ja. Goed, we wensen jullie daar veel succes bij. Ook met jullie werk bij Unicorners als ambassadeur bij het volleybal. En u heeft gehoord nog even de tijd en de dag wanneer mensen kunnen komen naar het volleybal in de Kuil. Dinsdagavond elke week vanaf 6:00. We beginnen met de jeugd. En vanaf 7:15 komen langzamerhand de seniorenteams. Maar ook die informatie is allemaal terug te vinden op onze website. Niks makkelijker dan dat. Ja. Oké. Okay. Bob, bedankt. Rolien, bedankt. Graag gedaan. U bedankt voor het kijken. Volgende week zit hier Stephanie Gilkes met interessante gasten. Tot dan.